Grote overwinning voor BBB in provinciale statenverkiezingen. Amateurtak NEC zoekt nieuwe leden. En eerste namen bekend voor vierdaagse feesten. Ja, het zal je inmiddels niet meer zijn ontgaan, maar de boer-burgerbeweging is de grootste winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen. In maar liefst 9 van de 12 provincies is de partij van Caroline van der Plas de grootste geworden, zo ook in Gelderland. Onze verslaggever Lars van den Akker die staat op de redactie met de rest van de uitslagen. De BBB staat dus op grote hoogte bovenaan, met maar liefst 13 zetels in de voorlopige uitslag. Als we kijken naar de nummers 2 tot en met 4 vinden we daar de VVD en GroenLinks met beide 6 zetels en de Partij van de Arbeid met 5 zetels. Bijzonder is wel dat die laatste twee in de Eerste Kamer straks één partij zullen vormen. En dan met 11 zetels de tweede partij zijn volgens de Gelderse uitslag. Als we verder kijken naar de uitslag zien we vooral veel partijen die zetels moeten inleveren. De grootste verliezers zijn het CDA die van 7 naar 4 zetels gaan en Forum voor Democratie. Zij gaan van 8 naar 1 zetel. Verder moeten D66, ChristenUnie, SP, PVV en 50PLUS 1 zetel inleveren. De SGP en Partij voor de Dieren blijven gelijk met respectievelijk 3 en 2 zetels. De nieuwkomers in de provincie zijn JA21 en Volt, die beide met 2 zetels voor het eerst binnenkomen. Ja, in de waterschapsverkiezingen is de partij Water natuurlijk de grootste geworden in Gelderland, gevolgd door Partij voor de Dieren en Partij van de Arbeid. De BBB is vierde geworden. Ja, en naast de profs van NEC is er ook een amateurtak van NEC en die zijn hard op zoek naar nieuwe leden. De club die 123 jaar geleden is opgericht is eigenlijk de bakermat van wat nu de NEC profs zijn. En om nieuwe leden te werven bij de amateurs is er een open dag georganiseerd op de Eendracht op zondag 17 maart voor iedereen die graag wil komen voetballen bij sportclub NEC. En nieuwe leden die zijn hard nodig. Ja, want toen ik voorzitter ben geworden, kwam ik eigenlijk hier binnen en toen zag ik dat er dus geen jeugd was. Ja, en wat mij betreft, ja, als er geen jeugd is, dan is het eigenlijk een sterfhuisconstructie. Want er gaan steeds meer mensen weg, er gaan steeds meer oudere leden stoppen met voetballen. En daardoor kan de club niet voortbestaan. Dus een fundament van een club is wat mij betreft wel jeugd. Sportclub NEC heeft nu alleen maar seniorenelftallen en daar moeten dus jeugdteams bij gaan komen. En dat begint bij de allerkleinste. Ja, eigenlijk ben ik van mening dat we echt vanaf de grond aan moeten opbouwen. Dus we moeten onderaan beginnen. Dus de jongste jeugd is welkom. Jongens, meiden. We willen eigenlijk van onderaf weer gaan bouwen aan de club. Dus iedereen is welkom die graag wil komen voetballen. De proftak en de amateurtak van NEC liggen al een tijdje overhoop over het gebruik van de velden op trainingscomplex De Eendracht. Kan deze groei wel samengaan? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we op de goede weg zijn om met elkaar afspraken te maken en te zorgen dat we hier de komende jaren nog met elkaar vooruit kunnen. En op termijn is ons doel om naar een eigen sportpark te gaan. En daarvoor moeten we groei realiseren en die groei die gaan we nu inzetten de komende jaren. Hoor je zeggen een eigen sportpark gaan, dus dat betekent misschien toch nog wel weg bij de Eendracht? Ja, uiteindelijk kan dat wel een doel zijn. Kijk, op het moment dat wij voldoende groeien en de academie die heeft natuurlijk ook de nodige elftallen hier op het sportpark, zien we gewoon dat er ruimtegebrek zal ontstaan op de lange termijn. Op dit moment is dat nog niet het geval, maar op de lange termijn wel. En dan zal het betekenen dat wij toch moeten gaan kijken naar een locatie waar wij ook onze groeiplannen verder kunnen doorzetten. Want ik denk dat we een hele grote potentie hebben als sportclub. En wil je zelf in het mooie shirt van NEC spelen of je zoon of dochter? Dan kun je contact opzoeken met Sportclub NEC. Via de website van Sportclub NEC, scnec.nl, kunnen mensen de informatie terugvinden en kunnen ze zich nog aanmelden. Doe dat wel snel, want het is al heel snel zondag. En alle andere trainingen zijn voornamelijk op woensdagen en volgens mij ook nog een andere zondag waarop de training is. Dus meld je aan en kijk wat we als club kunnen betekenen. Een 30-jarige vrouw uit Apeldoorn is woensdag veroordeeld tot 4 jaar cel en tbs met voorwaarden voor de poging tot moord op haar oom in Driel. In juli vorig jaar reisde de vrouw naar de woonplaats van haar oom en drong ze de slaapkamer binnen. Hier stak ze de man in zijn borstkast en linkerbovenarm. Voordat ze van huis ging nam ze filmpjes van zichzelf op waarin ze haar voornemens uitsprak om haar oom te doden. Dit is voor de rechtbank genoeg bewijs om te stellen dat de vrouw met voorbedachte raden te werk is gegaan.
De eerste 80 namen voor de line-up van de Vierdaagse feesten zijn bekend. Onder deze namen zijn bekenden als Paul Elstak, Flemming, Chips en Frans Duits. Verdeeld over 40 podia zullen zo'n 1,5 miljoen mensen deze acts komen bezoeken. De 53e editie van de Vierdaagse feesten vindt dit jaar plaats van 15 tot en met 21 juli. Ondernemers in de Nijmeegse binnenstad kunnen vanaf 1 januari 2024 gebruik maken van ondergrondse containers voor restafval. Volgens het college van BMW zijn er de afgelopen jaren steeds meer bedrijfsafvalcontainers in de openbare ruimte komen te staan. Op verschillende dagen en tijden worden deze containers op straat gezet en door diverse inzamelbedrijven opgehaald. Daardoor staat er vaak afval op straat en is er de hele dag door verkeer. Het college hoopt met deze ondergrondse containers ervoor te zorgen dat de openbare ruimte leefbaarder wordt en aantrekkelijker blijft. Ja, het is je misschien vandaag ontgaan, maar het is vandaag de dag van de gezonde schoolkantine. Op deze dag staan alle schoolkantines van Nederland in de spotlights. Het voedingscentrum helpt Nijmeegse scholen al ruim 20 jaar gezonder en duurzamer te maken. Maar hoe gezond eten scholieren nu eigenlijk en waarom is het zo belangrijk om daar op scholen aandacht aan te besteden? Het eten in deze kantine is gezond. Heel gezond, durf ik eigenlijk wel te zeggen. We verkopen heel veel biologische producten, heel veel groenten, heel veel fruit. Iedere dag verse biologische soepjes. We hebben biologische sapjes. Gezond, durf ik wel te zeggen. En wat heb je gekocht voor de lunch? Ik heb een mini-pizza. Dat is een van de mooie dingen die ze zelf maken. En kopen de leerlingen ook deze gezonde producten of gaan ze toch liever voor de ongezonde producten? Zij gaan ook voor de gezonde producten. Ja, soep is iedere dag bijna op. Zoals je ziet, de kinderen staan gewoon in de rij voor alle gezonde dingen die we hebben. En vind je de prijs van de producten in de kantine, vind je die goed genoeg of liggen die te hoog of te laag? Ja, soms wel wat hoog, moet ik eerlijk zijn. Maar dat heeft volgens mij ook te maken met dat ze biologische producten en zo inkopen. Dus ja, dat is dan ook duurder. Dus ja, het afwegen. Er zijn ook scholieren die hun lunch liever bij de supermarkten halen. Wat hebben jullie gehaald bij de Jumbo? Moedermilk en croissanten. Brood. Wat voor brood? Stokbrood. Moedermilk en croissanten. Een frikandelbroodje en een blikje energy. Natuurlijk hebben wij het voedingscentrum zelf ook even om een reactie gevraagd. Ja, je ziet dat bijna een derde van de leerlingen in het voortgezet onderwijs of mbo luncht buiten de schoolmuren. En dat hoeft op zich niet eens zo'n probleem te zijn, al is het aanbod op straat en in supermarkten natuurlijk vaak ongezond. En daarom hebben scholen ook de hulp van de omgeving nodig om juist een gezonde omgeving voor jongeren te creëren. Binnen de eigen schoolmuren kunnen ze dat bijvoorbeeld doen door gezonde keuzes meer in het zicht te zetten dan de ongezondere keuzes. Denk bijvoorbeeld aan een fruitsalade of een volkoren tosti. En wat natuurlijk ook heel erg belangrijk is, is om de leerlingen erbij te betrekken. Want als je weet wat zij willen zien in de kantine, dan zal het voor leerlingen ook aantrekkelijker zijn om daar wat te gaan kopen. Wat maakt het zo belangrijk dat jongeren gezond moeten eten? Ja, we weten dat jongeren gemiddeld te weinig groente en fruit eten en te veel suikerhoudende dranken drinken. Ruim 1 op de 10 jongeren tussen de 12 en 17 jaar heeft overgewicht of zelfs obesitas. En overgewicht op kinderleeftijd is ook een voorspeller van overgewicht op latere leeftijd. Ja, en dan kijken we weer even naar de sociale media. Krakersgroep Jantien organiseert aankomende dinsdag een krakersspreekuur. Dat laten ze weten via Instagram. Het krakersgezelschap dat onlangs nog een pand aan de Nijmeegse Karregas is uitgezet, wil met de bijeenkomst graag verder praten over het woningtekort en de vele leegstand in de stad. Om 7 uur kunnen belangstellenden in de Klinker aan de Van Broekhuizenstraat aanschuiven voor een maaltijd en vervolgens om 8 uur deel te nemen aan een spreekuur. De gemeente Nijmegen laat via Facebook de uitslag van de verkiezingen weten binnen haar gemeente. Opvallend hieraan is dat de BBB hier niet de grootste is, zelfs niet in de top 5 staat. In Nijmegen is GroenLinks de grote winnaar. Verder wordt de top 5 aangevuld met Partij van de Arbeid, D66, Partij voor de Dieren en VOLT. En tot slot kijken we even naar onze eigen Instagram-kanaal. Daar vroegen we gisteren of jullie allemaal gestemd hebben. Uiteindelijk heeft 83% deze vraag met ja beantwoord en slechts 17% met nee. Het is deze week de Nationale Boekenweek. Een week waarin er extra aandacht is voor het lezen. De Beep Boys proberen ondertussen al een aantal jaar het plezier in lezen voor de kinderen te vergroten. Deze week verschijnt er een boek over henzelf.
De B-Boys, we zijn een duo, eigenlijk een trio vanuit de Bibliotheek Gelderland-Zuid. En wij zijn begonnen tijdens de allereerste lockdown met het maken van filmpjes. Want de scholen waren dicht, de bibliotheken waren dicht. En wij dachten, ja, we moeten wel nog iets doen met leesplezier. Want dat is wat we doen vanuit de Biep. Wij brengen leesplezier bij kinderen van 4 tot 12 jaar. En dus we zijn video's gaan maken. En in die video's, jij zegt altijd, het zijn klokhuisachtige video's. Nou, dat vind ik dan... Zeker, ja, absoluut. Ja. Ja. En met die video's willen wij de kinderen in beweging brengen. Dus om iets te doen met een boek. En na het maken van die video's hebben ze nu ook een eigen boek geschreven. En om dit aantrekkelijker te maken voor de kinderen, hebben ze ervoor gekozen hun eigen boek op een net iets andere manier te schrijven dan de meeste gewend zijn. En het is een toneelleesboek. En een toneelleesboek is, dit ziet er eigenlijk wat anders uit. Want ieder verhaal begint ook met een opsomming van de personages die voorkomen in het hoofdstuk. En dan ga je als dat personage dat verhaal lezen. Dus als jij, dit hoofdstuk gaat bijvoorbeeld over ons twee en over Bert. Bert de directeur, nou dan sta je iets anders als een directeur. Dan praat je misschien iets anders als een directeur. Dus je probeert je echt in te leven in een karakter. En dat lees je dan hardop voor. Dit boek ligt vanaf vandaag in de winkels, dus veel reacties hebben ze nog niet. Maar er zijn wel al wat testlezers geweest. Ja. En die vonden het fantastisch en die wilden niet stoppen met lezen. En die waren wel zeer enthousiast. Ja. De Beep Boys zijn er dan vooral mee bezig om lezen voor de jongere kinderen leuk te maken. En volgens hun is lezen ook heel erg leuk. Ze hopen dat ze dit aan de kinderen kunnen overdragen. En lezen is natuurlijk superleuk. Hè? Dus het plezier in lezen, dat moet ook gewoon bij de kinderen terechtkomen. Het is leuk om in een wereld terecht te komen die er anders uitziet dan deze wereld. En het is leuk om nieuwe karakters te leren. Het is leuk om je daar ook een beetje in te kunnen verdiepen. Dus ja, en dat is natuurlijk het toffe van lezen. Ja, en dan het weer. Het wordt bijna eentonig, maar ook vandaag hebben we weer eigenlijk een prima dag achter de rug. Geen regen, veel zon en een acceptabele temperatuur. Ook vannacht zal het nog droog blijven en de vrijdag zal eveneens droog en zonnig beginnen. Later op de dag neemt de kans op een bui wel helaas weer toe. En morgen eigenlijk wel een mooie temperatuur. Het wordt morgen zo'n 16 graden. Ook het weekend blijft het wisselvallig met een mix van zon, wolken en buien. Temperatuur blijft vrij hoog met 16 graden op zaterdag en nog zo'n 13 op zondag. Ja, dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl en alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Heb je zelf een tip voor onze nieuwsredactie? Stuur dan even een mailtje naar redactie@rn7.nl. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan.